Ja, vrienden, hebben jullie dat gezien? Die Jinek, ja, die moet er ook aan geloven, ja. Onder de verstikkende dwang van de kijkcijfers moest zij in gesprek met de deelnemers van de BNB Vol Liefde. Oh, ja, en daar kijkt zij natuurlijk zo met haar grachtengordelhoofdje zo verschrikkelijk op neer. Maar ja, toch maar doen, hè, voor de centjes. Ja, ja, ja. En ook Tom Egbers, zag je hem? Ja, want die heeft ook een heel hoog grachtengordelgehalte. En die moest er ook aan geloven, want die moest daar ook naar luisteren. Maar wij van de BNB Vol Liefde, wij de liefhebbers... Ja, wij kregen toch even daardoor een prettige update, vrienden. Want we weten nou weer een beetje hoe het zit. We zagen Bril op Hoofd. En Bril op Hoofd, ja, die zit dus nog steeds met Juffie een beetje. Want wat blijkt, Juffie is wel naar Portugal gekomen, naar Bril op Hoofd. Maar is uiteindelijk toch ontsnapt aan die ouders. En is naar Lissabon gegaan, 2 uur verderop. En die zit daar dus alleen en ze zien elkaar alleen in het weekend. Nou vrienden, ik geloof daar dus helemaal niet in. Want als je echt, echt, echt verliefd bent, hè vrienden. Ja, hij misschien wel, maar zij niet hoor. Dan wil je gewoon echt bij elkaar zijn hoor. Geloof mij maar, ja. Dan ga je niet gewoon elkaar alleen in het weekend zien. En zij voet weg naar Lissabon. Dus, dat kunnen we dus vergeten, dat weten we nu. Bril op Hoofd, maar ja... In de liefde, wij weten het niet hè vrienden, dat hebben we wel gezien, want wij dachten dus nu ook met die fluisteraar en Pussy Mau, we dachten van nou ja, dat is nou wel dik in orde. Maar ja, als je die hoort, die fluisteraar, daar bij die Jinek, de fluisteraar zegt in één keer van ja, nou ja, we zijn natuurlijk geen 18 meer en dus ja, verliefd, vraagteken, nou ja. Er is wel een soort van een klikje. En ja, en we kunnen samen door 1 deur. Oh, vrienden, dat klinkt toch ook niet geweldig bemoedigend, hè? Dat je denkt van, oh, het liefdesvuur brandt daar in Frankrijk. Nee, nee, dus, oh. Maar goed, ik doe geen voorspelling meer. Dat durf ik niet, want dat hebben we wel gezien met Jodelaiti. Ja, Jodelaiti. Oh, Jodelaiti 2, ja, want die huisman, die is dus gewoon, die heeft zijn baan opgezegd. Die zit niet meer op de vrachtwagen, is naar Oostenrijk gegaan. Hoppatee, klaar. En die gaat dus nu bij Jodelaiti 2 wonen. En Jodelaiti 2 zegt zelfs nu dat ze helemaal gelukkig is. En nou ja, hey, hebben wij dat zien aankomen? Ja, ik in ieder geval niet. Dat geef ik nu wel ruiterlijk toe. Nou, in ieder geval. Dan komt natuurlijk de allergrootste verrassing. Want ja, wat is er nu nog zeker in het leven? Weet je wel, we moeten toch ook dingen hebben waar we ons aan kunnen vasthouden. Hè? Ja, bijvoorbeeld je verjaardag, dat weet je, dat komt elk jaar. Kerstmis komt elk jaar. Het wordt dag, het wordt nacht. Coca-Cola is er altijd. Willem-Alexander en Maxima zullen altijd getrouwd blijven. Dat soort vastigheid, dat soort dingen, deze eikpunten in het leven, hebben wij toch nodig. En die vastigheid zijn we in één keer kwijt. Want wat is er gebeurd? Ja, ja, jullie weten het waarschijnlijk ook wel. Ja, weet je wel, is niet meer met Kuifje. Ja, welke vastigheid hebben we nu dan nog? Niks meer. Alles is onder onze voeten weggeslagen. En wij lopen maar in het donker op drijfzand rond nu. Want zij zijn ermee gestopt. Want hij voelde niet wat hij wilde voelen. En Kuifje, die wilde geen zilver zijn, maar die wilde diamant zijn. En hij wilde alleen voor goud gaan. Kortom, er werd enorm met juwelen gegooid in dit hele verhaal. En ik, ja, en ze zijn niet meer bij elkaar. En terwijl wij dus allemaal dachten, met dit, nou dit, dat is een zekerheidje. Die gaan verder de rest van hun leven. En het blijkt het gewoon één groot toneelstuk te zijn geweest. Vrienden, zo zie je maar het. De liefde is niet te sturen. En gelukkig weten wij al dit soort dingen dankzij de Jinek.